Lang, lang geleden waren er twee jongens die Roblox uploaden. Maar na een tijdje werd het niet meer geüpload. Wat nu? Vroegen de kleine ronde ponnetjes. Maar na een jaar wachten is het weer zover. De jongens hebben weer besloten om Roblox te uploaden. Nou ja, sprookjes zijn meestal depressief. Wilbo ging dood en Ronald bleef door uploaden. What up, dames en heren en natuurlijk de ronde ponnetjes. Jullie hebben er lang op gewacht, maar Roblox is terug! Trouwens, mijn Roblox groep. Ik wil de grootste zijn van heel Nederland. Eerste link in de beschrijving. Maar het is gewoon weer tijd voor Roblox. Willen jullie vaker Roblox? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ga namelijk voor de 1 miljoen abonnees zeker weten abonneren. En dan is het nu gewoon tijd voor Roblox. Ik kan eindelijk de intro gebruiken die ik een paar maanden geleden heb gemaakt. We gaan iets spannends doen. Iets spannends. Oh boy, wat gaan we doen? Ik zie voor ons twee varkentjes. Wat zie je er weer echt lelijk uit in dit spel. Wij hebben dit nooit gedaan, dus laten we beginnen met chapter 1. Wilbert, daar zijn we dan. Wij moeten proberen hier uit te komen. Dit is gewoon letterlijk granny. Waarom ben ik weer zo'n beetje met de Waarom ben je weer klaar? Hoe open je deuren? Kijk, zo ik heb open de deur geopend. Dit is echt heel stom, man. Wilbert, we weten dat hij hier net rechts vandaan komt. Kunnen we hier ook meteen gewoon kruipen? Ik kan er niet in. Jij hebt een te groot hoofd. Wilbert heeft een waterhoofd. We moeten dus op zoek gaan naar sleutels of wat. Oh my god, ik kan dit spel gewoon niet spelen. Wilbert! Varken is wakker geworden. Nou, leuk. Ik heb al een rode sleutel trouwens. Oh god, waarom is Piggy hier? Ik moest oplopen, kijk, hè. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Oh, stomme rotvarken. Oh my god, ik vind het nu al... Ik kan die shortcuts niet nemen. Dat is heel vervelend. Kun je nu ook terugkomen of was dit jouw hele avontuur? Dit was mijn hele avontuur, maar ik zie wel wat jij doet. Waarom is dit een ding? Ik vind het echt vervelend, want die varken blijft continu achter me aan omdat ik in mijn eentje ben. Ja, dat is wel vervelend. Weer. Ik heb een rode sleutel en ik moet naar boven, maar er zit zo'n irritante rotvarken achter me aan. Word geslacht of zo. Ik heb een sleutel. Pak hem. Blauwe sleutel. Wauw! Oké. We kunnen ze niet naar... Pak je koffer er maar bij. Wij gaan vandaag... Oh my god, het is hier echt super druk, ouwe. We gaan samen lekker op vakantie en ik weet hoe je mensen hier kan irriteren. Pak je koffer en wij gaan gewoon hier staan. We gaan gewoon hier staan. Blijven lopen, want dan kunnen ze er moeilijk doorheen komen. Nee, dit is alleen voor ons. Waarom heeft zij zo'n groot hoofd? Dit is een ontstopping. Er is nog een ingang, gelukkig, zie ik. Wilbert, kun jij daar naartoe? Dat is echt heel kut. Er zitten allemaal naakte mensen om je heen. Dat is wel een beetje vreemd, hè? 1,5 meter afstand. Zwembaden zijn gesloten. Oh, ik ben gevallen. Oh, zie, dit doet het met me. Waarom zitten er allemaal kleine kinderen aan je die naakt zijn? Dit is heel vreemd. Nu zit jij vast. Ja, nu zit ik vast. Ze gingen mij nu irriteren. Help, help me. Nu dat we hier toch zijn, moeten we ons wel even omkleden, hè? Je moet erop klikken. Ik moet erop klikken, maar hier. Jij bent zo'n persoon die gewoon lange kleding aan heeft omdat je denkt dat je verbrandt. In dit hotel gebeurt meestal rare dingen. Ik zie allemaal mensen friemelen hier. Dat kan ik maar op één manier oplossen. Oh nee, ga jij naar boven? Hey. Stuur het je al weg, Wilbo? Go away, zegt hij tegen mij. It's my girl, zegt hij. Nope. Wat? Wordt er nog meer gefriemeld hier? Zo te zien is het nu friemelveilig. Oh, jij gaat nu elke kamer langs om te friemelen. Wilbert, ik heb geen flauw idee waar we nu zijn beland, maar kijk wat ik kan. Bruh. Ik zag dat ik hier wel wat dingen kon kopen. En dat maakt me vrolijk. Ik koop gewoon alles wat hier zit, oké? 50 Robux, oké. Waarom lig ik hier dood? Waarom lig je hier twee keer? Wilbert, waarom lig je hier twee keer? Ga je nou een hoopje van jezelf maken? Er is ook iemand helemaal gigantisch en zo. Ja, die is hier aan het dansen. Wilbert. Wow, waarom zijn er zoveel van mezelf? Waarom zit iemand nou zo'n stomme Fortnite? Oh my god, ik ben de lucht ingeschoten. Waarom is iedereen zo vervelend? Kan ik hier gewoon een bom gooien? Kijk hoe cool hij daar is. Het was een eer om je te kijken. Wilbert? Wilbert! Kom eens hier voor me staan. Ik wil iets proberen. Wilbert, high five! Nee! Wilbert, ik kom nee toe, oké? Dit vinden mensen in Roblox tegenwoordig leuk. Ik kan je oppakken. Ik weet niet of je het ziet, maar mijn borstkas is van mijn lichaam af. Ik kan je opeten! Ik kan je opeten, Wilbert! Oh my god, dit is echt heel f***ing. Oh my Wilbert, je bent...
Waarom kan ik niet groter dan 3? Waarom lach je mij uit? Het spijt me. Ik ben klaar met je Fortnite-dansjes. Yeah. Oei! Doei. Wow! Waarom vlieg ik zo slow de lucht in? Ga ik naar de ruimte toe? Wilbert, Amsterdam, Noord-Holland is een ding en ik zie hier een store. En ik heb zo te zien nog 9,3k aan Robux. Ik koop een permanente wapen. En een scooter die ik eventjes ga kopen. Ik ben nu ergens in Amsterdam pand te koop. Oh my god! Waar zijn mijn wapens? Ik had een wapen gekocht en die is nu gone. En ik weet niet waar jij bent, Wilbo. Waar ben je? Ik ben bij tankstation. Ik kom je ophalen met mijn scooter, oké? Okay? Ik heb geen helmpje op, maar dat is niet nodig hier. Ik zie hier een politieauto. Dit lijkt me een server waar een politieagentje gewoon zonder reden vermoord. Ik zie hier volop een brandweer tegen een paal aan knallen. Welkom in Nederland, jongens. Hey, Wilbert. Hey, Ronald. Ik wil eigenlijk eens kijken waar je een wapen kan kopen, zodat ik iedereen kan neerknallen hier en dat mensen boos op ons worden. Dat gebeurt wel all the time in Amsterdam. Oh my god. Hey! Ah! Hey! Ik ga het in de chat vragen. Waar koop je pipa? Politie! Hallo! Nou, de politie is er stil van. De bedoeling wat we nu gaan doen, we gaan kijken waar we een wapenhandelaar kunnen vinden. Of moet dat via een telefoon of zo? Aan. Koop je pipa. Ga ik moet bier kopen? Oké, okay, we klikken op hem en ik heb eentje die gratis is. Want daar heb ik voor betaald. Wie hebben we hier? Ik heb een moord gepleegd. Hallo, politie. Wilbert, we hebben eindelijk onze pipa. Ik weet niet of de varken al wakker is, maar ik denk dat nu het beste is als wij eventjes al die dingen... Oké, okay, de varken is wakker. Goedemorgen, Wilbert. Alles... Oh, we moeten ook nog naar... Hey, dit is een plan, hè? Dit is wel een strategie, of niet? Oké, okay, Wilbert, als jij maar lekker rondjes loopt, dan doe ik de rest, oké? Okay? Ik doe de rest, oké? Okay? Ja, dat dacht ik al. Oh, ze gaat naar jou! Ze gaat naar jou nu! Waarom? Waar heb ik dit nou weer aan verdiend, stomme zwijn? Zit echt achter me aan. Wilbert, ik ben buiten. En die stomme zwijn zit achter me aan. Waarom hoor ik ook Peppa Pig muziek en daarachter? Wilbert, ik raak hier een beetje volwassen van. Ik heb paarse sleutel. Oh, nice. Voor mij gaat hij nu achter jou aan. Hey! Fuck, het zit wel achter Wilbert aan. Ja, maar jezus. Ik heb een hamer, maar hij loopt te denken wat ik moet doen. What? Oh god, ik schrok. Wilbert, zit Piggy nog steeds achter je aan? Ja. Ze dacht er even over om achter jou aan te gaan, maar... Dit is niet de bedoeling eigenlijk, voor mij. Die stomme rotzwijzen achter mij aan! En dit spelen! Duizenden mensen. Het enige wat ik wil is een deurtje openen in de tuin. Maar nee, nu moet ik ook om de keuken te lopen. Precies. Oh god, waarom ben ik hier geland? Nee! Oh, er zit hier een kutvarken weer achter mij aan. Ben ik de enige die gewoon boos wordt van dit spelletje? Kunnen we niet iets kopen? Ik heb 10.000 Robux. Huh? Ik kan hier nu overheen lopen. Kijk hoe epic! Oh, hier is een paar sleutel. Kan ze hier naartoe lopen? Dat is mijn... Kan hij niet... Oh, ze kan hier wel naartoe lopen! Nee! Oh, nee. Oh, laser! Ik ga afsluiten. Witte woede, Wilbo. Witte woede. Ik merk het. Ik merk je frustratie. Doe een duimpje omhoog als Piggy dood moet. Ik loop zo je kamer in. Waarom wordt hij zoveel gefriemeld? Wat? Wat? Wilbert, wat ben je hier aan het doen? Ah, Ronald! Ah, wat? Au! Au, au, au! Au, au, au! Oh, god! Zeg ze nou eeuw over jou? Er zit ook iemand in de chat die zegt, I'm going to die. Wat? Hé, hey, nee, kom eens even terug, dame. Jij gaat met Wilbo friemelen. Ze heeft een vriendschapverzoek gestuurd. Ik zie hier ook iedereen met elkaar friemelen. Ik weet dat je het wilde. Oh, my. Ze is weg! Ze is weg! Zo sad. Zeg dat ze hier vaker komt met jongens. Vraag ik of er heel veel jongens vraagt. Ze komt hier met heel veel jongens! Oh, ik zie het! Wilbert, dit is vreemd. Weet je, heel veel jongens die zijn gevaarlijk, joh. Beetje Roblox-friemelen, dat is een gevaarlijk. Altijd dat ge-Roblox-friemelen, hè? Ik zie hier een grote glijbaan. Nou, gelukkig hebben we alle glijbanen om mijn gedachten ervan af te houden. Ja, van precies. Dit soort dingen wat gebeuren. Net is gebeurd, kon gewoon oprecht niet. Nee, kon gewoon oprecht niet. Ik vind dat, ik voel me gewoon best wel vies bij. Wilbert, ik wacht op je, hè? Wilbert, kom! Okay. Ah, dit moet toch gewoon een bloedneus geven of zo? Ga je hier nu slapen, Wilbert? Oké, dit gaat te ver. Auw! Je is gewoon bij! Oh, sorry! Ah, nee! Wilbert, schiet hem! Oh, nee! Ah, nee. Ik kom zo police! Ze zeggen halt tegen mij, ik ga ze neerknallen. Wilbert, ik ben vanaf hier aan het schieten, ik weet wat ik doe!
Hij komt er helemaal bij. We moeten vluchten, Ja, I know! Wel met te slaan mij! Er komt nog een politie achter je aan. Ik weet niet wat hier gebeurt allemaal. Maar waarom word ik geslagen? Ik heb toch... Ik ben een nieuw mens geworden. Ik doe niks verkeerd! Ik word gepepperspreed hier, man. Nou, Wilbert, we hebben het overleefd. Ik ben blij. Volgens mij hebben ze voor het eerst gewoon echte dingen hierin. Mond houden. Ja, volgens mij hebben ze echt die dingen te doen nu. Bek houden. Nou, nee, dit is geen goed teken. Wat hebben wij gedaan dat ze zo boos doen? Wilbert, wij hebben niks verkeerds gedaan. We hebben niks verkeerds gedaan. Oh, dit is wel een goed nummertje. Oké, als de politie komt, sterven wij met eer. Oeh, dit is ongemakkelijk. Gaat hij schieten op de politie? Hij wordt getikt. Waarom word ik nou weer geslagen, man? Zoveel politie. Schiet meneer. Dit is mijn bed. Ja! Ik ben dood. Ik ben gestorven met eer. Dit is zo te zien mijn wc. Dit is zo mooi dat mensen dit voor me maken. Dit is de wc van Ronald. Lekker poepen. Ja, Wilbert, zou je me alsjeblieft in privé willen laten? Kan ik met je meepoepen? Ah! Ik zit in de wc! Vol met poep! Oh god.